Volgende deelnemer, de 58-jarige Martin. Een voormalig bakker uit Limburg die dankzij zijn dochters aan de auditie meedoet. Waarom heb jij je vader opgegeven? Ja, dan kan hij misschien eens vader erin komen om te zingen. Want je vindt hem heel goed? Ja, ja. Wij zijn gewoon fans. Ja? Ja, dat snap je toch? Hij is Paparotti. Maar hij noemt hem Paparotti, dus dat moet hij straks nog even gaan bewijzen. Ja. En qua beroep gaat het allemaal samen? Wat doe je? Ik werk op dit moment niet meer. Ik ben bijna 2 jaar werkloos. Oh? En ik ben bakker geweest in een grote bakkerij. Ja. 32 jaar. En sinds 2 jaar nu thuis. Dus wat ga je zingen eigenlijk? Nessun Dorma. Een Puccini. Kijk, als ik zo dadelijk zing, dan gaat het al. En dan ook echt met in de hoogte, is alles oké? Okay? Originele hoogte, ja. Ik kan bijna niet wachten. Nee, maar echt, stel je toch voor dat er iemand zou zijn in Holland's Got Talent die Nessun Dorma van Paparotti, want Paparotti die bestaat nu even niet meer. Op een echte fantastische manier. Dat zou natuurlijk heerlijk zijn. Ja. Ja. Ik droom van een carrière als zanger. Omdat je zeker op met klassieke muziek op een bepaalde leeftijd toch nog redelijk je stem kunt laten horen en zelfs ontwikkelen. Paparotti en zijn 2 grootste fans gaan ervoor. Op naar de jury. Vertel even, Martin, waar kom je vandaan en wat ga je doen? Ik kom helemaal uit Zuid-Limburg, het Schinveld. Ja. Ik ga Nessun Dorma zingen. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben 32 jaar bakker geweest en sinds 2 jaar werkloos. Oh. Het heeft een goede kant natuurlijk, hè. Je hebt wel meer tijd om te gaan zingen. Ja, ik ben heel benieuwd. Zing je al lang dat soort repertoire? Ja, eigenlijk in de bakkerij is het begonnen. En zingen onder het bakken. Oké, Martin, avanti. What do you think? That, sir, is how you take your moment and make the most out of it. Right there. Great performance. Great performance. Thank you. Ongelooflijk dat iemand die geen werk heeft, eigenlijk een bakker is, en dan dit staat te doen. Nou, ik heb het slechter gehoord, hoor. Echt goed. Dit was zo verpletterend goed. Zo leuk. Zo aandoenlijk.
Okay, Dan. Yes. Zijn dat je dochters? Patrice. Ja, overtuigd. Absoluut ja. Drie keer ja. Ongelooflijk genoten en ik hoop dat we dat de volgende ronde nog meer gaan doen. Dankjewel, dankjewel. Dus, dankjewel hè. Fijn dat je erbij bent. Dit was een droom die uitkomt voor zo'n publiek, zo'n zaal. Grandioos.